Dit is het Centrum Wiskunde en Informatica, het CWI. Wij bedenken hier nieuwe wiskunde en nieuwe informatica en zorgen ervoor dat het ook gebruikt wordt. Zo hebben wij in de 50er jaren de vorm van de vleugel van de Fokker Friendship uitgerekend en heel onlangs het nieuwe Nederlandse spoorboekje. En het CWI was in de 80er jaren het eerste internetknooppunt in Europa. Piet Beertema heeft .nl uitgevonden, maar hij kan het u beter zelf vertellen. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat ik een mailtje kreeg. Nou is dat vandaag de dag niet echt iets bijzonders. Maar het was een heel bijzonder mailtje. Het was nog geen halve regel lang, maar het luidde wel het begin van een heel nieuw tijdperk in. Het tijdperk van het internet. We waren in 1980, 81 al begonnen met, laten we zeggen, voorbereidingen. Een eenvoudig netwerk, traag netwerk, alleen gebaseerd op modems en telefoonlijnen. Onvoorstelbaar traag naar hedendaagse maatstaven. Maar in de loop der jaren is het wel fors uitgegroeid, dat netwerk, tot we tegen grenzen aanliepen. In 1986 is een van de technische grenzen is opgelost door de registratie van .nl. En dat deden we niet voor niks, niet alleen een technische oplossing, maar in het achterhoofd hadden we ook de hoop dat we ooit nog eens aan het echte internet aan zouden kunnen sluiten. Alleen dat internet, dat beperkte zich toen tot Amerika en zo hier en daar wat militaire instellingen in Europa. Toen we in 1986 .nl registreerden, was dat de voorbereiding voor een aansluiting op het internet die misschien wel nooit zou komen. We konden het alleen maar hopen in die tijd. In de jaren na 1986 is het echter heel snel gegaan. En vooral door de ontwikkelingen in de VS. De opsplitsing van het internet wat daar bestond in een militair en een wetenschappelijk deel. En dat wetenschappelijke deel, daar konden we natuurlijk wel op terecht. Dat heeft tot gevolg gehad dat op 17 november 1988 dat bewuste korte mailtje heb gekregen. En dat mailtje is de aanleiding om nu even terug te kijken naar 20 jaar geleden. Het is ook de aanleiding om eventjes stil te staan, heel kort, bij de dag van vandaag. Wat is het internet geworden? Nou, gewoon iets wat compleet onmisbaar is. Een mens kan eigenlijk niet meer zonder. Het internet was 20 jaar geleden, maar het werk van het CWI gaat door. We hebben bijvoorbeeld net een grote groep in de life sciences opgericht, want ook biologen hebben wiskunde en informatica nodig. Ook biologen moeten modelleren en rekenen en daarvoor kunnen ze bij ons terecht. En zodra de natuurkundigen een kwantumcomputer kunnen bouwen, zijn wij op het CWI de eerste die erop kunnen rekenen.